Wanneer heb jij voor het laatst een regenboog gezien? Weet je dat nog? Elke avond in de kamer ontstaat hier een regenboog op het bed. Oh, echt waar? Ja, dat komt door die ramen of zo, denk ik. Kom in actie, dat wil ik vooral zeggen. In deze uitzending hebben we aandacht voor al die mensen die zich het snot voor de ogen hebben gewerkt om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor die elektronenmicroscoop, die zo belangrijk is voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Deze mensen, die deden het. Patricia Berghoff overleefde borstkanker en zette zich tijdens de Ladies Run in om geld op te halen voor de campagne. Ja, een rollercoaster van een aantal jaar ziek geweest. En nu met mijn vriendinnen en mijn dochter de Ladies Run lopen. Dus ja, komt wel weer alles voorbij. Kan je eens vertellen waarom het voor jou juist zo belangrijk is om mee te doen? Ja, mijn moeder heeft heel hard gevochten. En het is er ook gelukt. En daardoor wil ik dit voor haar doen. Eén vriendin die heeft me echt heel lang bijgestaan met alle operaties en dingen. En anderen zijn gewoon spontaan opgestaan om met me mee te lopen. En mijn dochter, ja, super trots. Hoe heb jij dit allemaal beleefd? Je bent nog jong, maar hoe heb je dit allemaal beleefd? Het was op het begin, het was heel raar. Want mijn oma heeft het ook gehad, dus ik wist ongeveer wat er zou gaan gebeuren. Maar natuurlijk is het gewoon heel erg schrikken. En dat was heel moeilijk, maar nu zijn we daaruit. En we zijn sterker, dus... En je bent trots, want je hebt ook op je shirt staan dat je heel trots op je moeder bent. Ja, ik ben heel trots op mijn moeder dat ze dit heeft overwonnen. Goedemiddag, we zijn vandaag bij de Albert Heijn, Laan op Zuid. En ik heb een collectebus hier staan. Dus daar konden klanten, die konden daar geld in doneren. Mijn moeder is gaan overleden. En vorig jaar hebben ze ook darmkanker bij mijn vader constateerd. Dus ik weet helaas hoeveel geld er nodig is om dus ooit iets te vinden om die ziekte dus uit te bannen. Maak kanker kansloos. Ja, Ben, wat denk je zelf dat erin zit? Ik denk zelf 1178 euro en 8 cent. Je moet ook goed schudden, want het blijft in die rand zitten. €1256,36. Nou, ja. Hartstikke idee. Dus bij deze nog de oproep, wie gaat dit bedrag overtreffen? Het nummer heet Song for Me. Een heel erg uplifting nummer. Het is echt om mensen zeg maar wat moed te geven. Het is sowieso positief. Een zin uit het nummer is bijvoorbeeld... Arise and enjoy your life. Dus wij willen echt aan iedereen doorgeven van... Hey, haal alles uit wat erin zit in het leven, want het kan ook maar heel kort zijn. En Mike van Doorn verloor zijn vader aan kanker en schreef een nummer voor hem. Het nummer heet Song for Me, maar het is for everyone. Ja. Oké dan, it's a wrap. Poen, 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 poen. De een zegt geld, ander money, maar wij zeggen poen. Al 58 jaar is de Daniel de Hoed een begrip in Rotterdam. Het is een plek van mooie momenten, maar ook van grote verliezen. Het contact met de patiënten staat voor het personeel bovenaan. Verpleegkundige Gertrude vertelt ons haar mooiste verhaal. Ik kwam hier binnen, iets van 11 jaar geleden. Eerst lang bedacht, jeetje, iedereen heeft hier kanker. Niemand zit dus inderdaad met die versleten heup of wat. En er was best een jong meisje... ik schatte er toen misschien een jaar of 16, 17. En je zag haar steeds zieker binnenkomen. Dus eerst kwam ze lopend binnen, toen kwam ze in een rolstoel binnen. Toen kwam ze in de rolstoel met een emmertje om in te spugen. Met haar moeder was ze altijd samen. En het als meisje misschien een soort tegenovergesteld meisje als van wie ik ben. Maar iets in haar vond ik dat ik toch dacht van, ik zie jou steeds. En als ik iemand 3 keer gezien heb, dan ga ik daarna groeten. Want dan denk ik, ja, dan ken ik je. Dus langzaam kwamen we met elkaar aan de praat. En toen kwam ze nog eens op een bed voorbij. Ze kwam met haar kale koppetje voorbij. En toen kwam ze weer wat beter voorbij. En zo in de jaren heen zag ik haar steeds voorbij komen. En we raakten aan de praat en... Ik werd zwanger en ik kon haar bij de volgende controle weer een foto van het zoontje laten zien wat het geworden was. En
Zo was ze een beetje verweven met mijn carrière, zal maar zeggen. En op enig moment zijn haar controles naar de woensdag gegaan en ik werk niet op woensdag. Vind ik ontzettend jammer. Maar ze had de laatste keer dat ze bij ons was, op een woensdag dat ik er niet was, bij de balie gevraagd van, goh, waar is Gertrude? Ja, die werkt niet op woensdag. Nou, wil je dan een foto van mij en mijn zoontje maken? Ook, ik word er een beetje emotioneel van. Want ik wilde laten zien dat ik een zoontje heb. Nou, geweldig, toch? Ja. En dan denk ik, nou, top. Ik ben materialen aan het ontsmetten. Zodat ik beter, dat het allemaal een beetje steriel is. Want mensen hebben vaak een hele lage weerstand. Dus dan zorg ik ervoor dat het materiaal schoon is. Waar we mee gaan werken. Ik ben kunstzinnig therapeut in het Erasmus MC Kankerinstituut. En dat betekent dat ik bij de patiënten op de kamers kom en dat ik daar met ze ga tekenen, schilderen. En dat kan helpen in het ontspannen, het uiten van emoties, weer even een gezonde kracht aanspreken en die versterken. Of iets van thuis waar je zo naar verlangt weer te geven en daar naartoe te dromen. En ondertussen ontstaat er vaak een mooi gesprek en is er echt volledige aandacht voor de patiënt en dat is heel mooi werk. Wanneer heb jij voor het laatst een regenboog gezien? Weet je dat nog? Elke avond in de kamer ontstaat hier een regenboog op het bed. Oh, echt waar? Ja, dat komt door die ramen of zo, denk ik. Als iemand het heel koud heeft, dan gaan we met iets warmere kleuren aan de slag. Iemand last van de ademhaling, dan gaan we kijken of we bijvoorbeeld met het schilderen die ademhaling mee kunnen nemen. En dan is het maar de helft wat iemand schildert. En soms schilderen we samen op één vel. Dat doet ook iets heel moois in de verbinding. En soms schilder ik voor iemand, omdat iemand te veel pijn heeft of te veel, weinig energie. En dan kan ik op die manier steunen. Je mag echt heel dichtbij komen en dat je dus echt wel zo goed iemand kent en als het dan minder goed gaat, dat zet jezelf ook wel aan het denken. Je gaat ook wel nadenken over je eigen leven en keuzes die je maakt. Maar het is vooral heel bijzonder wat je dan iemand kunt bieden die in zo'n kwetsbaar moment van zijn leven zich bevindt. En ik kijk dan altijd naar van, ook al is het heel zwaar op dat moment, van maar wat heb ik wel kunnen doen en wat heb ik die persoon kunnen geven. En daar probeer ik voor mezelf dan ook wel kracht uit te halen. Het lijkt gewoon alsof je niet echt meer echt in het ziekenhuis. Ja, niet echt, niet dat je niet meer in het ziekenhuis bent, maar alsof je even weg bent zo'n beetje. Je bent gewoon iets anders aan het doen, dan vergeet je zo'n beetje de pijn. En dan van een afstandje kijken. Het is altijd weer anders dan wanneer je met je... Ja, beneden heb je een plek en dan zit je het gewoon zo erop. Ja, precies. Die kan mooi daar. Ja. Ik kan iemand niet genezen. Ik kan iemand wel proberen voor dat moment zich een beetje beter te voelen. En daar ga ik dan voor. Morgen alweer de laatste uitzending met daarin een heel bijzonder verhaal van een jong meisje met acute leukemie. Voor haar neem ik vandaag mijn hoed af. En voor wie neem jij je hoed af? Ga naar www.maakkankerkansloos.nl en doneer voor onderzoek naar kanker. Ik neem mijn hoed af voor iedereen die het op dit moment erg moeilijk heeft. Mensen, pas deze hoed voor iedereen, jong en oud, of je nou ziek bent of niet, doe het voor mensen die het hebben. Ik heb wel familie en mijn schoonfamilie door kanker. Ik doe mijn hoed af aan alle mensen die aan kanker lijden.